plan Theaterkerk? Oh, ik vind het ideaal. Ik vind het schitterend. Zo'n enthousiaste groep mensen die er tegenaan gaat om te zeggen, jullie willen het niet doen. Hoe weet je toch? Nou, dat vind ik grandioos. Hierbij open ik dan de Theaterkerk Bemmel.
David. Dat wist je waarschijnlijk niet. Nee, dat is echt een grote verrassing. Ja. Ja. Ik wou al zeggen, mijn vrouw is dat niet. Ja, is dat is het wel. En in de zaal, ik weet niet of je het gezien hebt, maar daar zitten Jasmine, Wieteke en Matthijs. Oké. Okay. En die mogen naar voren komen, kom er maar bij. Een bijzonder welkom aan jullie. En dan kijk ik of mijn assistente, Annemieke, er ook is. Ja, en die is ook aanwezig. Jij blijft nog even daar staan, Annemieke. Ja, dat is goed. Dan kom jij naar voren. Nou, dan richt ik me even tot jou, David. Want sinds 2000 ben je al betrokken bij het culturele leven in Bemmel. En ik check het altijd even of het klopt. Dus als jij weet, klopt niet, dan hoor ik het graag. In 2000 werd je vrijwilliger bij de stichting TOP. Toestanden op het podium. Heb jij de naam verzonnen? Nee, want die is al in 1997 is die hier bedacht. Oké, 1997. Voor deze stichting heb je onder andere het initiatief genomen om in het seizoen 2005-2006 om film toe te voegen aan het aanbod. En zo ontstond het filmtheater van de stichting TOP. Ook ben je betrokken geweest bij de doorontwikkeling van TOP en werd jij in 2011 werd jij voorzitter. En dat doe je volgens mij nog steeds. Ja. Toen het idee ontstond om van de Donatuskerk een theater te maken, heb jij je hier als lid van de stuurgroep voor ingezet. Maar ook na de opening ben je blijven inzetten voor de Theaterkerk. In jouw hoedanigheid als voorzitter van TOP maak jij namelijk ook deel uit van het bestuur van de Stichting Kerk Bemmel. Deze stichting exploiteert een mooie theaterkerk als cultuur- en muziekhuis voor een zo breed mogelijk publiek. Je bent betrokken bij de organisatie van de Theaterkerk, die met haar gevarieerde programmering Bemmel in cultureel Nederland op de kaart heeft gezet. En jij zet je vooral in, begrijp ik, voor de PR, sponsoring en de programmering. Nou, de sponsoring niet helemaal, dat is een aparte club voor, maar wel programmering en filmclub. Oké. Nou, en dan is altijd belangrijk, hoe word jij nou getypeerd? En wat maakt nou dat jij die koninklijke onderscheiding krijgt, buiten van wat je allemaal gedaan hebt? En jij wordt getypeerd als een goede bestuurder, die elke vrijwilliger in zijn waarde laat. Je bent creatief, luistert naar mensen. Je bent een teamplayer en een verbinder. Je zet je met passie in voor TOP en de Theaterkerk en vindt het belangrijk dat Bemmel en omgeving een goed en gevarieerd theater- en muziekaanbod hebben. Dat je cultuur een warm hart toedraagt, blijkt ook uit jouw betrokkenheid bij de Stichting Gelderse Folia, waar zo'n 30 kleine theaters in Gelderland zijn verenigd. En jij vertegenwoordigt daar ook TOP. En je hebt een actieve rol gespeeld in de organisatie van de cabaret-tour Let's Make Comedy. Beste David, je hebt je lange tijd als vrijwilliger onbaatzuchtig ingezet voor de gemeente Lingewaard en de gemeenschap. Dat verdient respect en waardering. Het doet mij dan ook veel plezier jou te mogen vertellen dat het Zijn Majesteit de Koning Willem-Alexander heeft behaagd jou te benoemen tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Ik heb geen ervaring.
en dat is ook terecht. Want het is best een klus wat je hebt moeten doen, want een korporonderscheiding krijg je niet zomaar. En ik ben, net zoals ik trots ben op jou, omdat je zoveel voor onze gemeenschap hebt gedaan, ben ik ook altijd trots op de mensen die de aanvraag indienen. En dat wil ik in ieder geval ook gezegd hebben. Mocht zijn, want ik heb het ook al aan iemand net verteld. Officieel is mijn zoon vandaag jarig en die zit in Groningen, dus ik moest wel een ingewikkelde keuze maken. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. Wij hebben toch voor deze bijeenkomst gekozen, omdat zo'n koninklijke onderscheiding toch ook heel bijzonder is. En ik de theaterkerk hier in Bemmel echt een warm hart toedraag. En ik hoop dat alle vrijwilligers. Heeft u ook gelijk in, heeft u ook helemaal gelijk in. Cheers. Op onze voorzitter. Ja. Ja. Maarten. Ik denk dat dat genoeg is, mensen. Ja? Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.